generatiearmoede moeten we afschaffen. Want elke mens, ook al is hem generaties lang verteld dat hij niets waard is, niks voorstelt, niet moet deelnemen aan een normale maatschappij, toch zit daar een kracht in. Als jongeman had ik 3 ambities. Ik wou vrij zijn, ik wou de wereld zien en ik wou vliegen. Dat vliegen was redelijk snel in orde. Door die hele professionele carrière ben ik dan uiteindelijk ondernemer geworden en heb daar de vrijheid gevonden die ik nodig had. Dat heeft ertoe geleid dat ik heel erg veel heb kunnen reizen. En dat reizen heeft een soort van ander wereldbeeld gemaakt. Tijdens die reizen wordt er vaak verteld van je komt van België, je komt van Vlaanderen, een van de rijkste regio's van de wereld. Dat moet toch wel wat zijn. Maar op zondagavond in het Koninklijk Atheneum in Antwerpen, tijdens de voedselbedeling, zie ik 500-600 mensen aanschuiven voor een zak eten. Na de initiële verwondering die zo'n ervaring meegebracht heeft, ben ik samen met een collega, Marijke Moens, gaan nadenken over, moeten we daarover nadenken, filosoferen? Moeten we dat gewoon aanvaarden, zoals een aantal mensen ons vertelden? Of moeten we misschien wat gaan doen? We zijn de hele discussie gaan volgen tussen academici, sociologen en economen, antropologen, over armoede. Is het normaal? Hoort het bij ons systeem? Is het een wezenlijk onderdeel van welzijn, van welvaart? Of is het iets dat helemaal niet natuurlijk is? We zijn tot de bevinding gekomen dat armoede eigenlijk kan afgeschaft worden. Generatiearmoede begint vaak in een bestaand armoedig gezin. Het kind dat er geboren wordt, heeft zelfs voor zijn geboorte al beperkingen meegekregen. Vervolgens zal het kind opgroeien in een gezin waar niet alle nodige stimuli aanwezig zijn. En zo blijft dat verder gaan. Dat kind heeft naast zijn opleidingshindernissen daarnaast ook sociale hindernissen. Het wordt moeilijker om vriendjes of vriendinnetjes naar thuis uit te nodigen. Daardoor krijg je het begin van sociale uitsluiting. Op het einde van het niet afgewerkte onderwijstraject zal het kind in de tewerkstellingssfeer proberen terecht te komen, maar uiteraard staan werkgevers ook niet specifiek te wachten op een kind dat enerzijds onderontwikkeld is op onderwijsgebied en anderzijds ook niet alle sociale vaardigheden meebrengt. Dus zo zie je dat er een escalatie is. Het is een zichzelf versterkend proces waarbij die persoon uiteindelijk terug een gezin gaat starten, terug met kinderen in kansarmoede komt en zo raakt het verhaal nooit opgelost zonder externe hulp. Kansarmoede kan afgeschaft worden. Wat we nodig hebben zijn hulpverleners die hun kennis en kunde delen met kansrijken. We hebben kansrijken nodig die met die nieuw verworven kennis en kunde aan de slag willen gaan en hun eigen kracht in het verhaal inbrengen. Het belangrijkste van het hele verhaal zijn de kansarmen. Die moeten bereid zijn mee in dit traject te stappen. Die samen met de kansrijken in een vertrouwensrelatie willen stappen om uiteindelijk te komen naar een moment dat ze kunnen zeggen ik wil, ik kan. En het kader dat we daarvoor gebruiken is empowerment. En de methode, de werkmethode, is het traditionele buddy-systeem. Empowerment verloopt in essentie in 3 fasen. In een eerste fase proberen we, laten we het symbolisch noemen, de vlam in de kaars, de kaarsenvlam, te ontdekken in de persoon. Vanuit die nieuwe herwonnen, dat nieuwe herwonnen zelfvertrouwen en die hervinden van eigenwaarde, geloven we dat een kansarme zal kunnen groeien. Vervolgens, in de laatste fase, moet die herwonnen eigenwaarde maatschappelijk verbonden worden. Mensen uit zijn omgeving, of uit haar gezin, familie, vrienden en kennissen, moeten ook kunnen vaststellen dat die eigenwaarde inderdaad daar gesteld kan worden, dat ze werkelijkheid wordt. En het is pas van dat ogenblik, van het ogenblik dat de persoon zijn eigenwaarde kan herkennen, dat hij klaar is om anderen competenties te verwerven. Vandaar dat we in armentekort overtuigd zijn dat meer van het vorige model niet zal werken. Want er zijn gewoon minder middelen en er zijn meer mensen
die ons nodig hebben. Dus we zullen moeten komen met radicale veranderingen, met radicale innovaties. Sociale innovatie is niet alleen een kernwoord, het is een noodzakelijke voorwaarde voor onze toekomstige maatschappij.